Jeukvogel. Hallo, leuk en welkom dat je kijkt naar een nieuwe episode van Jeukvogel. Naast mij zit Rick Broers van Serpent Gameplay en nog een heleboel andere kanalen. Maar dan moet ik toch... Anne, jij moet wat zeggen. Ik moet wel mijn gezicht zo ervoor. Oh, iedereen wil dat doen. Okay, ja, ik wil dat doen. Doe maar. Maar hoe werkt dat? Zeg je dan je naam en je kanaalnaam? Nee, je zegt eerst, ik ben Rick Broers. Eerst. Zo, ik ben Rick Broers. Ik ben Rick Broers. Ben ik het wel goed opgegaan? Ja, en dan zeg ik nu, en van welk kanaal ben je? Dan moet je nu weer naartoe gaan. Oh, ik snap hoe dit werkt. Wat ingenieus. Wij spellen vandaag een A en Q. Dat betekent dat ik jou antwoorden ga geven waar jij binnen 3 seconden een vraag bij moet verzinnen. 3 seconden is echt heel weinig. Ben je klaar voor het eerste antwoord? Het eerste antwoord is meestal het meest moeilijk, hè? Want dan word je meteen geconfronteerd en die hersenen die gaan... Ja, ik wil niet dom overkomen. Ik ben best slim in het echte leven. Ja. Nou, laten we kijken of dat in het YouTube-leven ook zo is. Antwoord 1. 7000 hersencellen per dag. Wat is de vraag? Hoeveel hersencellen gaan er dood als je iedere dag een biertje drinkt? Oh, wauw! Wat was de vraag? Geen idee, maar ik vind het goed. Antwoord 2. Omdat koffiebonen eigenlijk fruitzaden zijn. Wat is de vraag? Waarom is de benaming voor koffiebonen verkeerd? Ah, oh, eindelijk iemand die het gewoon snapt, die het begrijpt. Je krijgt 2 punten en 3 reten. 3 reten. Antwoord 3. Dat brengt ongeveer 3000 euro op. Wat is de vraag? Hoeveel verdient Enzo Knol per video? Zou dat 3 miljoen? Nee, dan moet je 3 miljoen views hebben. Nee. 3 miljoen views. Hoeveel verdient Enzo Knol per 3 video's? Per 10 video's. Okay, ik vind het een heel schamel, quasi goed antwoord. Quasi goed antwoord. We kunnen hem quasi goed. Een soort van niet dus. Antwoord 4. Maar 1 pinautomaat. Wat is de vraag? Hoeveel pinautomaten staan er op Nieuw-Vennep Centraal? Close call! Close call! Maar wel goed. Ik weet niet of Nieuw-Vennep Centraal bestaat. Maakt niet uit. Ik was op Zanzibar en daar heb je 2 pinautomaten. Wauw, wat interessant. Ja, maar de eerste pinautomaat, die was in Stone Town. En de tweede pinautomaat, die was ergens anders. In Kwai Wang. Cool story, Brad. Jammer dat je er niet uit kan zetten. Helaas, pindakaas. Antwoord 5. 46.001. Wat is de vraag? Welk getal komt na 46.000? Oh, halleluja. Wat een slimme man heb ik hier naast me zitten. Dit is echt fucking goed. Playing this game right. Bam. We zijn op de helft. Oh shit, nu kan ik hem nog verpesten. Antwoord 6. Zijn naam was Nicky. Hij was een kloon en hij kostte $10.000. Wat is de vraag? Wie is deze man? Nee, dit is niet goed. Je hebt 1 herkansing. Wat is zo'n goede vraag hiervoor? Dit ging echt over iemand of iets. Over Nicky de clown? Niet de clown? De clown. Het was een schaap of een bever of zoiets. Ik weet dat ze ooit een schaap gekloond hebben. Dat was Dolly. Dat was Dolly. Dolly was het gekloonde schaap. Als je Dolly had gezegd, had ik gezegd. Nee, maar dit was Nicky. Google maar wie Nicky is. Nicky en Minaj. Clown. Ja. 7. Was dat het? Maar het zou komt er naar 6. Nee. Omdat de hitte die vrijkomt bij een nucleaire explosie warmer is dan de hitte van de zon. Wat is de vraag? Waarom zijn atoombommen zo gevaarlijk? Ja! Dit is een antwoord waar meerdere vragen goed op waren geweest. Dit was 1 van de vragen die goed was. Jij verdient een punt. Wat waren de andere vragen? Die heb ik niet zo bij de hand. Antwoord 8. Pizza die 2 weken buiten de koelkast heeft gelegen. Wat is de vraag? Wat is de minst lekkere pizza die je ooit gegeten hebt? Oh, gadverdamme. Oh, wat lijkt me dat ranzig. Serieus. Het is ranzig. Ik heb het geleefd. Heb jij wel eens een pizza gegeten? Nee, ik heb wel eens dat de vriezer zeg maar zo helemaal ontdooid is. En dan denk je, ja, maar het is toch een pizza. En dan probeer je het toch nog. Maar nee, het is niet aan te raden. Weet je wat ik wel eens heb? Dat als je naar de Mac gaat... En dat je dan dat heel smerig is. Nee, dat heb ik altijd. Maar dat je dan bijvoorbeeld saus te veel bestelt. En die ligt dan nog in je auto. En ik heb dan wel eens dat ik een heel stuk moet rijden. Als een bakje saus. En heb ik trek. Nee, als doe het niet. En dan,
doe ik met mijn tanden doe ik dat open en dan lik ik een bakje saus uit. Het hele bakje saus? Het hele bakje saus. Wat is er mis met je? Frietsaus, nuggetsaus. Dat is de volgende vraag, wat is er mis met jou? Ja, dan heb je het antwoord al. Goed. Vraag 9. Gerofobie. Wat is de vraag? Wat, hoe noemt men de angst voor Gerarden? Dat is eigenlijk trouwens het antwoord. Ik zei vraag 9, maar het moet antwoord 9 zijn. Maar het is niet goed. Gero. Geofobie. Sowieso Grieks. Het is een Grieks woord, gero. Je mag het opzoeken. Gyros. Je mag het, je hebt toch een fout. Zoek het maar op. Gyrosfobie. Gero met CH. Gero. Gero. Angst voor Gersonisos. Dat je per ongeluk in Owe Gerso zit. Zeg maar, want je hebt natuurlijk de cast van Owe Gerso. Dan heb je Barbie. Die zit... De cast van Owe Gerso wordt gefilmd, maar er zijn ook andere mensen in de nachtclub. En dan ben je bang dat jij ook in beeld bent en dat je geassocieerd wordt met die mensen. Ik keur dit antwoord goed, dat is het niet waar. Maar ik vind het alleen voor de moeite en voor de lengte van de vraag, van het antwoord. Maar wat is het echt? Angst of om voor vrolijkheid? Angst voor vrolijkheid. Dat is het. Wauw, het is best triest. We gaan door naar het laatste antwoord waarbij Rick de vraag gaat bedenken. En de vraag is... Nee, het antwoord is... Het antwoord is... En het antwoord is... Broekzakmonster! Wat is de vraag? Welk monster vind je voornamelijk in je broekzak? Dat vind ik zo'n flauw. Makkelijk. Ik ben te goed. Suf. Oh. Oké, Rick is te goed. Ranking the tubers, hij staat bovenaan. Yes. Iedereen heeft hij verslagen die tot nu toe heeft meegedaan. Dat zijn toch zo al 6 YouTubers. Echt? Ja. Ik heb alleen niet met Jesper van Ponkers gezien. Oh, er zijn er nog een heleboel. Goed, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, dat kan hier. Hier staat nog een leuke video met de uitleg waarom ik mijn miljoen abonnees kwijt ben geraakt. Echt zet. En hier staat nog een andere video. En vergeet vooral niet even te abonneren op het kanaal van Rick. Oh, je mag vergeten hoor, is niet erg. Nee, het is belangrijk. Het is belangrijk dat mensen wel op jou abonneren. Oké, doe maar. Ja? Ja, alsjeblieft. Het linkje staat in de beschrijving. Kijk naar die beschrijving. Vuile hond. Mensen doen het niet, hè? Daar knip je hem dan. Mensen doen het niet. Nee, mensen doen het niet. Vuile honden zijn het. Dat zijn... Nou. Heb of ken of ben jij een vuile hond? Ga dan naar vuilehond.nl en dan kom je vanzelf bij Serpent Gameplay. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Jeugdvogel.